Dus ontzettend blij met jullie aanwezigheid, dat jullie de moeite hebben genomen om hier te komen. Ik denk dat die boekpresentatie eigenlijk alleen maar leuk en ook plezierig heeft kunnen worden dankzij jullie aanwezigheid. Jullie gezelligheid, jullie mooie gesprekken en warme handen die ik allemaal mocht schudden. Dus allereerst aan jullie mijn hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Er is al gezegd, ik heb inderdaad de stoute schoen aangetrokken en dacht ik van nou ja, laat ik mooi eens inderdaad echt het verhaal van de Pezische worstelaar maar eens gaan opschrijven. Want vaak werd mij de vraag gesteld als ik ergens was om toespraak te geven, laatst nog voor mijn geliefde organisatie, het UAF, die de vluchtelingenstudenten steunt, vertel ik een verhaal voor de werkgevers en de donateurs. En toen waren een paar mensen naar mij toe komen en zeiden van, oh wat een leuk verhaal, heb je het op papier staan? Ik wil graag nog eens teruglezen. Nee, ik doe dat in mijn hoofd. Dus dat spijt me. Maar dus dat had ik de zoveelste keer dat ik hoorde, dacht van nou, dan ga ik toch maar eens beginnen aan te schrijven. En dan is dat ook een lange weg, want ja, ik ben een beetje eigenwijs. Nee, hoor. Ik hoor mijn baas lachen, dus nee. Maar dus dan wordt het verhaal verteld. En dan begin je het lange weg. Maar het is ook mooi dat je daar mensen tegenkomt die je passie voelen, die ook een gunfactor in zich hebben. Zo zijn er een aantal mensen die ook in mijn pad van schrijven mij enorm goed hebben gesteund. Mijn geliefde landgenoten Marjan en Erik van den Berg, de oma van het UAF, maar ook natuurlijk Carla van Os, die Kalkman, die kunnen allemaal staan, die hebben mij echt wegwijs gemaakt. En toen kwam ik bij Prometheus als uitgever. Het is ook heel fijn dat je ook warm ontvangt en ook wel vertrouwen in je heeft. En dan ga je verder. En dan zoek ik naar allerlei inspiraties. En een van mijn inspiraties was een berg in Teheran. Al in de kinderjaren mocht ik met mijn vader op stap, mocht die berg beklimmen. En zijn enige motto was eigenlijk, naar de top van die berg, daar wacht een kist goud op je. En om mijn negende leeftijd droomde ik al een keer dat ik de top van de berg had gehaald, maar ik vond geen kist vol goud. Ik was teleurgesteld, maar ik genoot enorm van die uitzicht. En verderop keek, zag ik een hogere berg die helaas mijn uitzicht tegenhield. En toen kwam ik beneden, vertelde ik het verhaal aan mijn vader. Die zei, nee, een vergissing, mijn vader is een vergissing, want bovenop de hogere berg is wel een kist. Moet je nog... Nou, ik ben nog aan het beklimmen. Vandaag weer een mooi moment om rustig te gaan zitten en van het uitzicht te genieten. En ik ben nog niet uitgeklommen, dat zeker niet. Maar wel ontzettend blij dat het verhaal in u staat. En dit verhaal heeft eigenlijk ook als bedoeling, en ik wil graag echt dit verhaal aan jullie meegeven, van, laten we zeggen, drie elementen zitten daarin, namelijk bergen beklimmen, drempels overwinnen en dromen najagen. En dat kan hele kleine dromen zijn, maar ook soms hele grotere dromen. Dus zo is het eigenlijk ook het leven mooist, als je daar iedere keer weer voor staat, ervoor gaat. En voor de rest is optimisme en veerkracht zit er ontzettend goed hierin. Met wie ook praat, geef dat verhaal van de Pezische vluchteling door. Maar maak ook vooral mensen bewust, want ik schrijf bijvoorbeeld uitgebreid, hoe een leven in een asielzoekerscentrum betekent. Hoe het betekent als je eentje als 18-jarige jongen binnenkomt zonder familie, angst, onzekerheid, wat het betekent. Dat er dan, als het ware, belangrijke discussies over vluchtelingen niet worden vervuild door de termen als massamigratie of andere dingen. Dat doet ook geen recht aan het belangrijke thema. Dus ook dat zit er. Neem het verhaal mee. En als je ergens leuk vindt, nodig maar een keer uit. Kom ik graag verder over vertellen. En tot slot, ik heb enorme eer hebben mogen ervaren om onze oud-minister van Justitie en inmiddels hoogleraar Mensenrechten te mogen verzoeken. En die ook wel heel hartelijk en spontaan ja zei om mijn boek in ontvangst te nemen. Voor mij belichaamt Ernst eigenlijk heel als wat een mensenrechten in zich draagt. Qua kennis, qua inzicht, qua passie. En ik hoop ook stiekem om bij jou te mogen promoveren. Sander Terphuis, de worstelaar. Een prachtige titel om te beginnen. En heel veel dank dat ik het voorrecht dit eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen. Dank ook voor jouw vriendelijke welkomstwoorden mij. Jij hebt een heel bijzonder vondst, dat zien we hier om ons heen. Wie goed kijkt ziet dat van sommige boeken er twee exemplaren staan. Ja, wel meer. Om ruimte te houden veel drukker. Voor dat er nog moet verschijnen. Het is belangrijk voor zo'n boek dat het ook door de uitgever goed op weg wordt gezet. En ik weet van mij, ook uit de eerdere contacten, ik denk niet alleen aan het boek waar jij het net over had, maar ook aan het
het boek, de vertaling van het boek van mijn nicht over haar levensverhaal. Ik geloof dat dat geen verkoopsucces is geworden, maar in ieder geval minder dan het boek van Sander opgeleid. Maar dat was ook een levensverhaal van hoe het op pad ging. Sander heeft een heel bijzondere levensgeschiedenis. En die wordt in dit boek, ik heb tevoren mogen lezen in pdf-vorm, wordt die beschreven. Doet hij zijn verhaal. En wat mij opvalt, er zijn me een paar dingen opgevallen bij het lezen van Sanders levensverhaal, zoals beschreven in dit boek. Misschien mag ik daar iets over zeggen. Dan geef ik u meteen een beetje een gids voor het lezen ervan, voor het ook lezen ervan, maar ook voor het voeren van gesprekken daarover. Want ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is, dat jouw boek niet alleen wordt gelezen door mensen die zich in jouw bijzondere geschiedenis interesseren, maar ook dat het een startpunt is van gesprekken over wat het betekent om als vluchteling in een ander land te komen. En hoe je de band kunt houden met waar je vandaan komt. Het valt me op met hoeveel respect en begrip jij schrijft, ook over mensen die jou met onbegrip tegemoet zijn getreden. Je beantwoordt onbegrip niet met nog eens onbegrip, zoals zo vaak wordt gedaan, maar met begrip. Dat geldt voor degenen die niet hebben begrepen en niet hebben gerespecteerd dat jij jouw beperking van je gezichtsvermogen hebt. Dat geldt voor degenen die niet hebben begrepen dat jij je eigen levensweg wilde zoeken, ook in levensstijl, in degene met wie je wilde optrekken. En dat geldt ook voor degene die hier met onbegrip reageren op de komst van asielzoekers en van vluchtelingen. Jij beantwoordt onbegrip consequent met begrip. En dat komt in dit boek zo mooi naar voren. Ahmad Kileys Kani, geboren in 1972. Onze ontmoeting is nog niet zo lang geleden. Althans, onze directe ontmoeting. Want we waren wel vaker in dezelfde zaal geweest om over dingen te spreken. Sander heeft gewerkt bij justitie en bij binnenlandse zaken en werkt nu bij buitenlandse zaken. En het is heel mooi om te zien hoe zijn huidige en vroegere collega's, ook de adviescommissie Vreemdelingenzaken is hier vertegenwoordigd, hoe die hier aanwezig zijn. Maar ook hier een Fries schuine streep Iraans gezelschap bijeen hebt gebracht, te midden van andere Nederlanders. Jij maakt helemaal waar wat mij is opgevallen aan een andere boektitel over onderwerpen waar ik zelf over heb geschreven als jurist, dat mensen die op weg gaan om hun vrijheid te zoeken en misschien beter nog gezegd te nemen en partners te vinden om die vrijheid te realiseren, dat exceptional people zijn. Dat mensen zijn die zich op een of andere manier ontworstelen aan de bindingen waarin ze in een ander land, in een andere samenleving zijn gekomen. En dus is jouw worsteling ook in je ontworstelen aan de druk die op je is gelegd. Je vertelt hoe je 16 jaar oud het besluit nam om jouw vermogen tot worstelen te gebruiken om de vrijheid te vinden in een ander land, 16 jaar oud, en vervolgens consequent aan dat plan hebt gemaakt. En een paar keer komt in je boek naar voren de woorden dat je architect van je eigen leven wilde zijn. Ik vond dat een heel mooie en rake typering van wat die exceptional people eigenlijk doen. Ze ontwikkelen hun eigen levensplannen, hun proyectos de la vida, zoals een Amerikaanse collega die aan de grens met Mexico werkt, dat heeft genoemd. En wat mij op mijn vakgebied de rechten van de mens opvalt, is dat de rechten van de mens steeds meer, steeds duidelijker gaan over de levensplannen die mensen moeten kunnen maken in vrijheid. In samenhang, in verhoudingen tot anderen, in verhoudingen tot mensen die je ontmoet, met wie je samen die plannen kunt realiseren. En dat is eigenlijk het onderwerp van jouw boek. Je schrijft ergens dat een worstelaar zijn tegenstander vasthoudt. En dat dat ook de manier was waarop jij een topworstelaar bent geworden.
We gaan dat vanmiddag niet uitproberen. Als jurist en als politiek actieve burger, die weten dat jij dat ook kunt. Als je een worsteling aangaat, vasthouden, de tegenstander niet loslaten en daarmee heb je resultaten bereikt. Bijvoorbeeld bij het overboord laten gaan van het onzalige plan voor de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Ja. Daar heb je de tegenstander vastgehouden. Nu niet meer fysiek, maar met jouw inzichten, met je overtuigingskracht. Totdat die moest loslaten. En ook in dat opzicht heb jij laten zien dat je kunt worstelen. En dat je daarmee niet alleen je eigen leven, maar nu ook het leven van anderen helpt vorm te geven naar eigen inzicht, als architect dus. Het komt naar voren in jouw verhaal over waarom het voor jou belangrijk was om niet een titel, verblijfstitel te krijgen op, als in het kader van de humanitair verblijf op humanitaire gronden, maar als erkende vluchteling. En je doet het verhaal van jouw ontmoeting, van je integratie, van je keuze voor je Friese naam. We waren natuurlijk ook erg benieuwd. Het wordt aangekondigd dat mij voor wat hapjes zou zorgen of vier Friese hapjes zouden komen. Maar het zijn dus Iraanse hapjes. Sjoutje, ik had haar nog niet eerder ontmoet, maar is hier ook. En de beschrijving van Sjoutje in het boek was zo goed dat ik eigenlijk ook niet hoefde te aarzelen. Dit is Sjoutje. En je doet met heel veel respect en warmte het verhaal van jullie ontmoeting en hoe jullie samen op weg zijn gegaan naar jouw komst naar Nederland. En wie dat boek goed leest en op zich in laat werken, weet dat daar ook weer een boodschap in zit. Namelijk dat vrouwen, anders dan jij hebt meegemaakt bij wat er van je zus en je moeder werd verwacht, ook architecten van hun eigen leven kunnen zijn. Samen met jou, in het geval van Sjoutje en Sander. Je hebt dus het burgerschap in onze Nederlandse samenleving volledig waargemaakt. En dat is in mijn ogen eigenlijk de voltooiing van de bescherming van de rechten van de mensen. Het recht om gelijkwaardig burger te zijn. In de discussie over wat zich de afgelopen maanden zo chockerend heeft afgespeeld in Parijs en elders, hebben veel mensen gezegd dit was een aanslag op onze vrijheid. En dat is waar. Maar wat misschien nog erger is en nog meer te denken geeft, is dat het een aanslag was op de waarde van gelijkwaardig burgerschap in een democratische samenleving. Door de effecten die deze aanslagen en de reacties van sommigen daarop weer hebben op de aanvaarding van mensen, ongeacht herkomst, overtuiging en dergelijke, als gelijkwaardige medeburgers op basis van wederkerigheid. Onder de voorwaarden uiteraard en de verwachting dat dat echt wederkerig is. Gelijkwaardig burgerschap dienen begint met kunnen luisteren naar verhalen die worden gedaan. En het is ook daarom zo waardevol dat je zo openhartig en zo met zoveel warmte beschreven jouw levensverhaal hebt gedaan. Als worstelaar die architect van zijn eigen leven is geworden. Dank je wel.